Yo mensen van Reti Games, we gaan vandaag op vakantie. De nieuwe Reti Spring video is weer begonnen, serie dus. En ja, let's go. Ja, in de auto. Oh. Nou, we gaan of niet, Timo? Ja! Oké, we gaan jongens. Let's go! Nou, we zijn er. Ik weet niet, het is een parkeerplaats waar we auto kwijt moeten ofzo. En dan krijgen we zo'n busje en dan gaan we naar Schiphol met dat busje ofzo. Zoiets moet het worden en hier moeten we dan parkeren. Daar zo voor. De parkeerplaats is een beetje crisis, want we moeten zien. Het Efteling, alles is gereisd. Alleen het zijn van die bosse kutstenen, dus een beetje skeer. Maar ja, het staat goed, dus goede handel op zich ook wel weer. We zitten in een gekke bus of zo. Kijk. En we gaan nu naar Schiphol rijden als het goed is. Dus let's go. Nou, hier stonden we net dus. Om te wachten op die andere. Maar nou gaan we naar Schiphol. Let's go. We zijn bij Schiphol en geen idee waar we moeten zijn, dat zien we dadelijk nog wel, maar kijk, we zijn hier ergens, misschien kan je het zien, waarschijnlijk wel, ja het is ook gewoon zo. En het ziet er goed uit, allemaal winkels, maar wij moeten hier niet zijn, we moeten bij de dingetje, dat je in moet checken. Daar zo, Gazi Plaza, daar gaan wij heen, ik weet niet of dat je kan zien, want het is kleine letters, maar daar gaan wij heen, 4:30, vertrekt daar en het is nu 2:30. We waren net dus bij aankomst, maar we moeten bij departures, oftewel vertrek, want ja, wij gaan weg, dus wij moeten vertrekken. Dus daar gaan we nou heen. We hebben nou de koffers afgegeven, kijk, hier zo kan je dat allemaal doen. En we zijn er nou voorbij en dan gaan we nou naar, weet ik niet, naar een of andere gekke controle ofzo. We zitten nu op Schiphol in niemands land, zoals dat zo mooi heet. Dus, ja, zo noemen wij het. Gewoon hier zo bij al die vliegtuigen en zo. Ik zal even heen lopen. We zijn hier ook druk aan het bouwen, zo te zien. Ja, allemaal vliegtuigen, helemaal mooi. Geen idee waar wij heen moeten, maar volgens mij recht vooruit daar zo, bij D41 of zo. Grapje jongen, wij hebben D54, daar moeten wij zijn. Dus dat is ook op die pier daar zo, maar dan aan de andere kant waarschijnlijk. Dus, dan moeten we zo heen, denk ik. Oké, ik weet niet of je het kan zien. Het is 43. Het is 11 minuten lopen naar waar we heen moeten. Naar de gate, zeg maar. Ja, D54. Dus let's go. En nu is het zo laat en we zijn er, dus het kan wel kloppen. 11 minuten lopen. Nou mensen, daar staat hij hoor, ons vliegtuig. Mooi. Daar gaan we jongens, het vliegtuig in. Nou mensen, we zitten er of niet, Timo? Ja. Kijk eens waar we zitten. Precies bij de motor. En achter ons is nooduitgang, dus dat komt goed uit als hij mocht die crashen of zo, weet ik veel. Maar ja, daar gaan we bijna. Nou, nog 7 minuten en dan gaan wij vertrekken, of niet? Het is nu 23. Kun je nu dat kan zien? 23. Mooi.
Nou mensen, misschien kan je het nog zien, nog 1 minuut. En ja, de stijger is nog niet weggereden. Ik zal wel filmen als hij wegrijdt. Ze hebben de deur al dicht gedaan en de slurf is nog niet weg, maar dat zal wel snel gebeuren, denk ik. Ja hoor, ik weet niet of dat je het kan zien, maar hij rijdt weg, de slurf. Dus, let's go! Nou, die demonstratie is net geweest en ja, het is nu 7:30 en het duurt 3,5 uur vliegen. En ja, dan zijn we in Turkije, in Gazi Paşa ofzo, en ja, dan zijn we er gewoon. Ja, ja, we gaan nou echt op eigen kracht, dus zonder die voortrekvliegtuigje, of ja, vliegtuigje, apparaat, geen idee hoe dat karretje heet. Nou, we gaan dus gewoon nou naar de landing, of de startbaan bedoel ik. Oké jongens, laatste bochtje en dan staan we op de startbaan. Ja, we staan er al op, maar ja, oké, nou moet hij rechtdoor en dan vol een bak karren met die hap. Nou, daar gaan we. Let's go. Zien, het is al best wel laat en ik en Timo zijn nou gewoon een potje Mario Kart in het fucking vliegtuig aan het spelen. En ja, het is ook al wel best donker eigenlijk, maar we vliegen nu bijna boven Istanbul. Nou mensen, het is 8 uur en ik voel dat het vliegtuig gaat ja, remmen, oftewel landen. En kijk daar jongen, daar is gewoon de fucking maan. Het ziet er fucking ziek uit en het is helemaal donker buiten, dus je ziet echt in geen ene zak. Ik weet niet of dat je het kan zien daar beneden, maar dat is een of andere gekke stad. Best wel ziek met allemaal lichtjes en zo. Ja, dat moet je zelf ook een keer bekijken als je in het vliegtuig zit, jongen. Echt mooi. Ja mensen, alle lichten zijn uit en gaat landen. Kijk, alleen dit grote voorlicht zit aan. Ja, ook de zijlampjes en zo, maar gewoon binnen in de cabine is alles uit. En dit is de, ja, dat grote voorlicht, zeg maar. Want je had ook een beetje. De tijdzone is ook veranderd. Kijk, in Waalwijk is het, ja, daar woon ik zeg maar. Het is 8:30 en dan kijk je hier zo. Ik heb net mijn dingen alweer teruggezet, vanaf vliegmotorstand uit zeg maar. En nu is het hier al 9:30. Dus 1 uur tijdverschil. Mooi, nou moeten we die bus in daar. Jongens, we zijn in de bus. Eén groot feest hier. En Timo heeft wel al de leuning gemot. Kijk, hier hebben hier iets van blauwe, paarsachtige lampen allemaal zo. En ja, we gaan nou rijden of zo, ik weet niet. Het is dezelfde baan.
Zo, ik heb mijn trui uitgedaan, want het is tam toe heet. Het is echt niet uit te houden. Kijk, ik weet niet of je het ziet, maar we zijn nu bij Eftalia Resort. Maar we hebben Eftalia Village, dus ja, daar gaan we zo langs en dan gaan wij uitstappen. We zijn er eindelijk, jongen. En de laatste, flikker op, en de laatste 5 minuten kwamen we pas achter dat deze bus airco had. Kut, sorry. De hele tijd voor niks in die kut warmte hier gezeten. Maar let's go. Oh, we hebben een bandje en de bar is nog open, want die gaat om 12 uur pas dicht en het is 11 uur, dus we kunnen nog iets halen, of niet? Biertje. Nee, jongen. Nou mensen, wij komen dus hier voor het derde jaar al. Hier zaten wij het eerste jaar in dit blok, daar ga ik zo even heen. Hier zo. In blok 6 zaten wij vorig jaar en nu zitten wij in blok 4. Dus wij gaan even alle kamers nog even aflopen, kijken of dat er iets veranderd is daar. Als we erin kunnen, maar dat zal wel niet, maar ja, fuck it, we gaan gewoon heen. Nou, als eerste van het eerste jaar dan maar. Zetten we hier zo, ik weet niet of je het kan zien, het balkon. Oké, we gaan naar boven, ik pak even mijn zaklampen bij. Ze waren aan het verbouwen of zo. Kan je wel zien, overal liggen zooi, allemaal niet eens opgeruimd. Maar fuck it, we gaan er toch heen, het is wel eng eigenlijk. Daar zo. 2.49, hier zaten wij het eerste jaar. Dan lopen wij nu door naar de overkant, daar waar we vorig jaar zaten, oftewel het tweede jaar. Oh, hier is het ook al een grote teringbende. Fuck it, we gaan er gewoon heen. Nou, we zijn bijna op de bovenste verdieping. Het is hier echt te rustig, dus... Ja, het is allemaal vernieuwd. Dat wisten we ook al. Oké, let op, hè. Oh, kut, hij is open, hij is open. What the fuck, zullen we erin gaan? Hierzo, zaten we eerst. Hallo? Hier zo sliep ik vorig jaar. What the fuck? Hier zo. What the fuck? Oh joh. Er is dan te veel veranderd. Oh joh, maat. Oké, ik ben blij dat ik dit toch heb gedaan, man. We gaan er snel weer uit. Het is echt eng, jongen. Niks is verlicht. Ik zit hier zo met mijn telefoonlampje, maar het is wel spannend. Maar wel ziek. We gaan nou weer waar wij nou dit jaar zijn. Nou, hier zijn wij dus dit jaar. Timo staat al op het balkon. Ik kom ook naar boven, ja? Kijk, dit is waar we nou zijn. Dit jaar. Dit is allemaal wel verlicht. Maar dat moet ook wel. Volgens mij dit. Even kijken. Ja. Klop, klop. Ja, snel. Oh, hij is gewoon open. What the fuck. Hoi. Oké, jongens. We zijn weer in ons huisje van vorig jaar. Timo is nou ook, ik heb hem even gehaald. En kijk of dat de fucking tv het doet. Beter. Oh, kut. Jammer. Ik ga op mijn bed liggen waar ik vorig jaar heb geslapen. Dus hier sliep ik fucking vorig jaar. Let op, hè. Oh, jongens. Ik voel best wel ziek, hè. Oké, ik ga weer terug, want het is veel te eng. Volgens mij zijn we echt in een verkeerd huisje geplaatst. Want kijk, dit is één kamer, dat is voor mij. Dan heeft Timo nog een kamer met ook een dubbele bed, ding. En dan hebben hun ook nog een kamer met 3 bedden. What the fuck, we hebben 7 bedden en we zijn met fucking 4 personen. What the fuck? 10 voor 12 en het is gewoon nog 18 graden. Echt chill dit, echt zin in de morgen. Maar ja, even liken, even abonneren. En dan checken wij jullie later. En tot morgen bij de nieuwe video. Ja, waarschijnlijk is het niet morgen upload, maar dan zien jullie het dan wel weer. Houdoe!